en koningin Beatrix? Het geheim is denk ik in de eerste plaats dat er geen groot verschil in ervaring bestaat tussen koningin Beatrix en premier Lubbers. Geen groot verschil in levenservaring, ze zijn allebei ongeveer even oud. En ook geen groot verschil in werkervaring. Het werkt denk ik wat lastig als een koningin er al 40 jaar zit en ze heeft te maken met een premier die pas komt kijken. Dan hebben ze ook een aantal karaktereigenschappen gemeen. Dat is in de eerste plaats zakelijkheid. Ze zijn allebei erg zakelijk ingesteld. En ze vertonen allebei een buitengewoon grote werklust. Hoe ontmoeten ze elkaar? Ze ontmoeten elkaar op een aantal vaste momenten. Bijvoorbeeld op de maandagmiddag, voor het zogenaamde maandagmiddagoverleg. Dat vindt hier plaats op Paleis Huis ten Bosch. Dat is elke week. Dat is een overleg met ze beiden. Er is geen agenda voor, er worden geen notulen van gemaakt. Dus het gaat in betrekkelijk informele sfeer. Minister-president Lubbers overhandigde vanmiddag het boek Het Staatshoofd spreekt aan de koningin. Hierin opgenomen zijn een keuze uit de toespraken van de koningin. Samensteller van dat boek is journalist Willem Breedveld van het dagblad Trouw. Hij had een aantal ontmoetingen met koningin Beatrix. Uit de afwezigheid van conflicten de afgelopen 10 jaar... want 10 jaar trekt Lubbers al met de koningin op, moet je afleiden dat die verhouding in ieder geval probleemloos is. Maar uit gesprekken die ik zowel met de koningin als met Lubbers heb gehad, weet ik ook dat ze elkaar als een buitengewoon inspirerend gezelschap beschouwen. En dat ze ook zeer veel betekenis hechten aan elkaars meningen en dat ze de contacten met elkaar buitengewoon op prijs stellen. Ik denk dat ze elkaar goed liggen, dat het ze qua persoonlijkheid goed op elkaar aansluiten, qua belangstelling, grote overeenkomsten vertonen. En ik denk dat ze elkaar ook waarderen het vakvrouwschap van de koningin en het vakmanschap van de minister-president. De inhoud van de gesprekken op maandag tussen premier en koningin zijn strikt geheim. Maar toch, waarover praten zij in Paleis Huis ten Bosch? Ik zou me kunnen voorstellen dat als bijvoorbeeld prins Willem-Alexander een vriendin zou krijgen, dat de koningin de minister-president daar al in een heel vroeg stadium van op de hoogte zou stellen. Vanwege allerlei complicaties die dat kan hebben. Dat hoeft niet per se zo te zijn, maar het lijkt toch goed dat in ieder geval de minister-president daarvan vroeg op de hoogte is. Wij Nederlanders zijn natuurlijk een buitengewoon nuchter volk. Wij vinden sprookjes leuk, maar wij vinden nadrukkelijk ook dat de koningin een inhoudelijke rol moet kunnen spelen. De paradox is een beetje dat er van die inhoud weinig kan blijken. Behalve dat iedereen wel voelt dat ze actief betrokken is bij tal van zaken in de samenleving. En dat ze op beslissende momenten ook er is als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij zo'n Bijlmerramp. Ik bedoel, dan is er één persoon in wie als het ware de tragiek van die hele ramp zichtbaar wordt. En van wie dat van het gezicht is af te lezen. In de ons omringende landen, ik hoef alleen maar Engeland te noemen, is het één grote puinhoop als het gaat over het Koningshuis. Hoe komt het nou dat vanuit dit huis zo weinig rumoer opstijgt? Nou, die rumoer is er in het verleden wel geweest. Ik denk aan de jaren 50, Greet Hofmans affaire. In de jaren 60 hebben we nog wel wat perikelen gehad rondom de verloving en het huwelijk van de prinsessen. De jaren 70 nog de Lockheed affaire. Maar u heeft gelijk, in de jaren 80 is het opvallend rustig geweest. En ik denk dat die goede relatie tussen koningin Beatrix en premier Lubbers in belangrijke mate als verklaring kan dienen. Een staatshoofd wat goed functioneert, dat veronderstelt dat er een minister-president is en ministers die hun best doen om het staatshoofd ook in de gelegenheid te stellen goed te functioneren. En omgekeerd, ministers die kunnen alleen maar goed functioneren wanneer ze kunnen rekenen op begrip en op ondersteuning in beginsel van een staatshoofd wat constructief denkt over datgene wat er op het beleidsterrein van die ministers moet gebeuren. Welk rapportcijfer krijgt die samenwerking tussen de minister-president en de koningin? Daar ben ik niet toe bevoegd om daar rapportcijfers over te geven. Maar in ieder geval zeer hoog. Het heette Drijverzaal. Drijverzaal. Wapenstilstand was 1609, 1621.
In alle artikelen tot nu toe, alle reportages, wordt de koningin zo geprezen. Ze is een perfectioniste, ze kent alle dossiers, ze weet eigenlijk altijd alles, ze werkt zo hard. Dus als ze dat prettig vinden, zo bejubeld worden. Ik denk dat op een gegeven moment ze zeggen, nou is het wel genoeg, herkennend. Het is wel waar, hè? Ja, ik geloof dat iedereen heel blij met haar is. En dat geldt voor mij ook zeer zeker. Ik denk dat er ook heel veel juist is. En het is natuurlijk ook nog bij deze gelegenheid, na 12,5 jaar... waar veel herinneringen opgehaald werden aan het moment dat ze koningin werd en daarvoor. Waar ook mensen die toen zeer kritisch waren zeggen, we hebben ons verkeken. Dat is eigenlijk allemaal, heeft zich heel goed ontwikkeld. Dus die lof is begrijpelijk, geloof ik. Wat is u nou het meest bijgebleven? U was 10 jaar haar minister-president. Ach, je denkt natuurlijk nu terug, ook ik deze dagen. Dat ik er 3 momenten uithalen, heel kort. De eerste, maar altijd bijgebleven, is de inhuldiging. Plechtig, ook heel emotioneel. Het is nogal wat, koningin te worden. Maar ook met name dat die kerk was muisstil, omdat die stad zo roerig was erbuiten. Tweede moment, een aantal jaren later, maar niks zenuwachtig. Want de koningin vond het eigenlijk wel leuk om eens rond te kunnen gaan in Amsterdam. Collega-ministers hadden gezegd, dat is te gevaarlijk, dat moet je eigenlijk niet doen. Die risico's moet je niet nemen. We hebben een plannetje gemaakt om het toch door te zetten. Maar ik wist natuurlijk niet zeker of het goed zou gaan. En dan ineens zie je dat hele enthousiaste in Amsterdam. Ze verovert dan als het ware een aantal jaren later Amsterdam. U herinnert zich die beelden nog wel. In de Jordaan en zo. Ja. Jordaan en zo. Derde moment, weer Amsterdam. Weer een aantal jaren later. Dat is dan heel recent, de Bijlmer. Waar ik dan met haar heen ging, die maandagochtend. We hadden de avond ervoor natuurlijk al gesproken met elkaar telefonisch. Maar dan ben je in die Bijlmer en dan grijpt dit je aan. En vooral grijpt het haar aan. En dan zie je hoe koningin Beatrix, die altijd iets breedlachends heeft, hoe die helemaal ontdaan kan zijn. En absoluut ontsteld. Wat moet ik met al dat verdriet? En die 3 momenten zijn goed, geloof ik, om naast elkaar te zien. Bijlmer, daarvoor die zegetocht in de Jordaan en die plechtige spanning en ook een beetje zenuwachtigheid bij het begin, bij de inhuldiging. Bent u wel eens extra zenuwachtig geweest toen u naar Huis ten Bosch moest voor een overleg? Ja, maar dat is dan ook wel begrijpelijk, omdat zij enorm meeleeft ook met de politiek, waar ik dan voor kom, het landsbestuur. En er zijn natuurlijk momenten geweest, ja, dat je moet zeggen, het kabinet is gevallen. En dan zit ze ervoor, want dan moet er een nieuw kabinet gemaakt worden. Of er zijn grote spanningen. Of, ja, er zijn dingen, personen, rakend zijn helemaal misgegaan. Of bijvoorbeeld zo, bij het plotseling overlijden van collega Rietkerk in de tijd, de minister van Binnenlandse Zaken. Ja, dat is dan allemaal ook onmiddellijk contact met de koningin. En dan is dat natuurlijk niet vrij van spanning. Ze mag informeren, adviseren, waarschuwen. Ze is zo heel erg goed geïnformeerd. Hoe gaat dat? Waar haalt zij informatie vandaan? Allereerst is het zo dat iedereen terecht de koningin vertrouwt. Dus iedereen praat open met de koningin. En zij kan met heel veel mensen praten. Niet alleen ministers, maar de koningin is ook erg druk in de weer, zal ik maar zeggen, daarbuiten. In het land, werkbezoeken. Mensen bijvoorbeeld van de rechterlijke macht, commissarissen van de koningin komen bij haar. Dus uit heel veel bronnen heeft ze informatie. Ze leest zelf veel, ze bereidt de gesprekken goed voor. Maar dus zijn daarom er wel eens mensen die er tegen spreken, die met haar gaan discussiëren? Het lijkt me voor haar zo saai als je allemaal mensen krijgt die het allemaal heel netjes vertellen. Ik spreek er nogal eens tegen. Ja. En u discussieert nogal eens? Ja, ik discussieer met haar natuurlijk. Ik vind dat ze vaak goed oordeel heeft, maar niet altijd. En dat zal bij mij natuurlijk net zo zijn. En zij zegt dus bijvoorbeeld, ja, zou ik dat nou wel doen? Of is dat nou wel wijs? Maar goed, dat is een keurige vraag. Maar daar zit natuurlijk een motief erachter. En zeker als die bij herhaling gesteld wordt, is dat pittig. Maar ook omgekeerd zeg ik ook wel eens. Nou, ik zie dat heel anders. Dit of dat. Dus daar is ook een debat gaande. Dat kan prima. Hoe vrij bent u dan? Is toch de koningin? Heel vrij. In die zin, dat is misschien ook anders als je dus heel lang minister-president bent. En ik zeg ook ronduit, een bijkomend voordeel is dat ik generatiegenoot ben. Dus je put ook uit voorbeelden of argumenten die je over en weer aanspreken om iets duidelijk te maken. Toch ook een hoop meegemaakt. Dus dat, nee, ik leid daar niet onder. Ik leid daar niet onder, natuurlijk. U leidt niet onder? Nou, ik leid niet onder het feit dat ik denk, nou, daar zit de majesteit en nou kan ik niks zeggen. Waarom niet?
Het is voor u als minister-president ook prettig dat ze zo goed op de hoogte is. U kunt meteen aan de slag als u binnenkomt. Ja, ik vind dat heel prima dat ze goed op de hoogte is. Ik vind het zelf ook een groot voordeel dat ze kritisch is en inzet heeft. Bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen, troonrede. Mensen denken wel eens, dat maken ministers en dat leest hij alleen voor. Dat is een groot misverstand. Daar zitten we vele tientallen uren samen op te werken. Om te zeggen, is dit geen onzin of is het wel goed geformuleerd of moet dat er wel in? Of zou dat er eigenlijk niet beter in kunnen? En ik vind dat heel uitstekend. U weet hoe dat werkt. Dan uiteindelijk is die minister, in dit geval de minister-president, verantwoordelijk. En zo moet het ook maar blijven. Maar het moet niet het misverstand zijn alsof ze zoiets alleen maar voorleest of als ze naar het buitenland gaat en daar een speech houdt bij een staatsbezoek, dat ze dat voorleest en dat dat bijvoorbeeld gemaakt is in buitenlandse zaken. Dat zijn altijd, je kunt zeggen, co-producties, waarbij haar inbreng altijd verborgen moet blijven. Maar ik verzeker u, het is iemand met een ook heel goed taalgevoel, een heel goed gevoel hoe je dingen over moet brengen. Ik vind dat zeer de moeite waard. Ja, dus ze adviseert dus ook, ze zegt wijze dingen, zegt u. U hebt in een eerder interview gezegd, nou dan zit ik in de ministerraad en zeg ik natuurlijk niet. Zegt de koningin tegen mij zus en zo, dat hoort ook niet, hè. Dat moet wel voor uzelf houden. Zegt u, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar heeft het dus wel degelijk invloed op uw denken en wellicht uw beleid? Zeker, zeker. Maar daar is toch geen enkel bezwaar tegen? Nee? Nee, ik vind dat heel goed. Ik behoud toch, ja, je moet zelf weten wat je uiteindelijk doet, waar je je grens trekt. Maar ik vind dat heel goed. Bovendien ook om een andere reden. Koningin is natuurlijk in veel besluiten ook, heeft een echte functie te vervullen in formele zin. Moet bijvoorbeeld handtekening zetten bij een wet of bij een benoeming. Ik moet er niet aan denken dat koningin zich geforceerd zou voelen of zou weten dat ze zegt, ja, maar ik moet ergens een handtekening zetten of ik moet iets uitspreken waar ik zelf eigenlijk niet mee kan leven. Ik vind dat moet je koningin nou echt niet aandoen. Dus dat betekent dat je tijd moet nemen om te praten, uit te leggen en ook bereid moet zijn om eens een keer een advies over te nemen, om eens iets anders te doen. Ik zie daar helemaal geen probleem in en al die jaren terugdenk. Ja, ik moet wel eens glimlachen, omdat mensen je dan prijzen voor iets en denken, ik ben helemaal niet zelf op dat idee gekomen. Of mensen die kritiseren om iets waarbij je ook denkt, ik ben helemaal niet zelf op dat idee gekomen. Maar het is altijd zo dat het gebaseerd is op een goede verhouding waarbij de minister verantwoordelijk is, waarbij de koningin niet zomaar iemand is die alleen stukken voorleest, die alleen maar handtekeningen zet, maar die echt een rol vervult. En ik vind het te meer waardevol, omdat ik waarneem, ik ben altijd maar met die ministers en in Den Haag bezig. En de koningin heeft volgens mij een ruimere antenne en mogelijkheden om in de samenleving rond te gaan, mensen te spreken. Dus ik vind haar oordeel ook zeer belangrijk. Maar gaat het dan om echte dingen? Ja, natuurlijk gaat het om echte dingen. Een voorbeeld noemen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dat ga ik niet doen, maar natuurlijk gaat het om echte dingen. Niet alleen ministers hebben soms te wikken en te wegen of het nu gaat om hele zware wetgeving. Die ook morele waarde kan raken. Maar dan moet je ook nadenken, hoe werkt dat uit in de relatie met het Koningshuis? Belangrijke benoemingen, evenzeer. Dus ik ga daar geen voorbeelden van noemen. Maar het gaat om heel veel, maar het gaat ook om hele kleine dingen. Maar laat ik dan één voorbeeld noemen wat misschien aanspreekt. U weet, ik heb in de tijd wat spanning gehad, ook rond de Indische Nederlanders hier. Dan gaat de koningin op staatsbezoek in Japan. Zulke speeches luisteren natuurlijk enorm nauw. Dus dan werk je er ook samen heel precies op om er echt het allerbeste van te maken. Om dat daar nou eens goed neer te zetten. Ik geef zo'n voorbeeld eens. Dat is niet zomaar onbelangrijk. Wij vinden die dingen heel belangrijk om het iedere keer goed te doen. En vooral de koningin heeft een groot gevoel voor precisie, accuratesse en zorgvuldigheid. En uiteindelijk, zij vertegenwoordigt onze natie. Dus dat moet puntgaaf zijn. Als een minister het niet zo goed doet naar haar idee, bespreekt ze dat ook met u? Reeds bij haar moeder viel het me op, want toen was ik jong minister. En nu natuurlijk ook bij koningin Beatrix. Hoe knap de techniek is om met vragen te stellen, toch duidelijk te maken dat er misschien reden is voor zorg. Maar dat doen wij mensen ook wel. Dan zeggen we, viel je ook op, zit Anneke in de put? Ja, dan heb je natuurlijk al iets gezegd. Dus ze doet dat op een hele zorgvuldige manier. Altijd mensen ondersteunend, altijd positief, maar ook van bezorgdheid blijkgevend. Ook wel eens in kritische zin natuurlijk, en dat moet ook. Dat moet ook. En dat neemt u mee? Jazeker. Ja. In principe gaat u weg, bent u geen minister-president in 1994. Zult u de koningin missen? Zeer. Dat vind ik een van de, we zeggen wel eens afscheidnemers, partiers zijn peu mourir. Doet altijd pijn.
zal op een aantal punten zijn. Dit is een heel duidelijk punt. Ik zal zeker niet zeggen van, hé, dan ben ik daar eindelijk af. Ik zal zeggen, nee, het is goed dat er eens een opvolger, dat er eens een ander komt. Maar ik zal dat zeker missen. Want ik beschouw dat als een van de belangrijke en ook plezierige delen van het werk wat ik heb mogen doen.